We zijn hier op het bedrijf van agro-ondernemer Jan de Haas in Beers. Er wordt hier as we speak een Autarco-installatie van bijna 300 kilowatt piek geïnstalleerd en we gaan eens praten met alle betrokkenen. Duurzaamheid is toch iets waar we in de toekomst gewoon niet onderuit zullen komen. En eigenlijk nu al, dus niet alleen in de toekomst. Maar duurzaamheid, dus goed gebruik van grondstoffen. Proberen gewoon de energie op te wekken op het eigen bedrijf. De verduurzaming via de zonnepanelen is toch wel erg gestimuleerd door de SDE-regeling. Dat spreekt me gewoon heel erg aan, op die manier het mogelijk is om zonnepanelen te kunnen realiseren. Autarco kende ik in eerste instantie nog niet. Via Lamfred van Laanen, de installateur voor het varkensbedrijf, die tipte mij op het gebied van de zonnepanelen dat hij leverancier was van Autarco-panelen. Het betreft hier een installatie van 878 Autarco zonnepanelen. De meest krachtige in zijn soort, 200 watt per vierkante meter. Gebruikmaking van half-cut cells en multiwires in plaats van de traditionele busbars. Daarmee halen we hier het maximale van zijn dak en vullen we de gehele SDE. Deze installatie wekt op de piek meer op dan de netaansluiting aan kan. Daarom passen we dynamische vermogensregeling toe. Waarbij er continu wordt gemeten hoeveel energie er het net op vloeit. En dreigt dat meer te worden dan de netaansluiting aan kan, worden de omvormers automatisch dynamisch teruggeschroefd. De totale oplossing die we hier gekozen hebben, dat sprak me heel erg aan, omdat ik dan ervan uitga dat de componenten goed op elkaar afgestemd zijn. Dus zowel dat de omvormers goed passen bij de panelen en eigenlijk alles wat ermee samenhangt, de bekabeling. Bekabeling vind ik ook wel erg belangrijk, omdat je hier en daar hoort dat qua brandgevoeligheid er een probleem kan zijn als stekkers niet goed op elkaar aansluiten. En dat denk ik dat nu goed voor elkaar is via één leverancier. De vraag is of jij die arm zeg maar zo kan plaatsen dat die bak boven de ding hangt. Ja, dat kan. Oh, super fijn man. Dat is net wat je wil. Ja, super. Goedemorgen.